jaar verder zijn we. Ik moet iets opbiechten voordat ik ga beginnen met mijn openingspraatje. Ik zou eigenlijk hier vanavond niet aanwezig zijn. Want ik ben 25 februari ben ik naar Thailand vertrokken. En zou ik tot en met 8 april zou ik daar zijn. En dat was terugkomen. Maar ik ben 3 weken eerder teruggekomen dan normaal. Speciaal voor je. Heel makkelijk te zeggen. Ja, ik heb 3 weken leuk gehad, maar 6 weken was mij echt te lang. Maar ik wist natuurlijk dat jullie kwamen. En ik zat echt nou, een beetje te balen van... Oh, nou, ik kan het zeggen, maar ik denk, geen speldpunt dit jaar. Dus ik denk van, ik ben er dit jaar helaas niet bij. Dus ik had eigenlijk iets voorbereid. En je ziet al een schermpje hangen. En ik had eigenlijk een filmpje gemaakt. Dat eigenlijk personeel zou moeten laten zien op het moment dat ik dus niet aanwezig was. Maar ja, het is nu een beetje verkeerd gelopen dat ik er nou toch ben. Dus ik had echt bedacht van, hoe ga ik dat doen? Of ik laat me niet zien. Hij laat films zien en komt door de deur alsnog naar binnen. Ja, dat is ook weer lastig om mezelf te verstoppen. Ik laat gewoon het filmpje zien. En hoef ik voor de rest helemaal van niks te zeggen. Pardon. Mijn collega heeft dat komen. Ja, naar Duits, hè, voor deze dag. Het gaat ook weer veel. Einen guten Tag, liebe Gäste und auch liebe Freunde. Herzlich willkommen in Hotel Alten. Es tut mir leid, aber ich bin nicht dabei diesen Tag. Ich kann er vanavond niet bij zijn. Ik zit namelijk in Thailand. 6 weken, op het moment dat dit wordt uitgezonden bij jullie, was 4. Ik heb nog 2 weken te gaan. Maar ik wou er toch nog voor jullie speciaal, alleen voor jullie, vanavond erbij zijn. En ik weet dat Anne-Jan dit altijd filmt. Ik weet niet waar hij zit. Ah kijk, daar zit hij. Even zwaaien. Hij heeft het handig een paar weken geleden. Nu eigenlijk al maanden geleden als jullie dit zien. Nog even trappen gelopen hier op deze etage. Heb ik nog gesproken en al gezegd dat ik er niet bij was. Maar dat ik iets speciaals doe. Nou, dus hier ben ik. Op 13 februari, dag voor Valentijn. Speciaal voor jullie even een kleine openingsspeech. Normaal gesproken doe ik het in Duits. Ik heb de Duitse tekst van een paar jaar geleden, die heb ik bij me. Ik denk, die ga ik voorlezen. Maar ik weet niet of er Duitse mensen bij zijn. Maar voor zekerheid wordt dit filmpje even ondertiteld in het Duits. Want iedereen die dus niet verstaat wat ik nu een beetje loop te lullen, het grote kan meeluisteren en ook een beetje kan lachen natuurlijk. Ik moet af en toe tijdens een filmpje een sessie lasten. Gewoon zo'n 5 seconden. Want ik weet dat als jullie aan het lachen zijn en ik praat door, dan mis jullie de helft. Dus af en toe doe ik even 5 seconden even stil. Is het bedoeling dat jullie wel lachen, anders zou ik ook voor lul. En dan gaan we weer verder met het filmpje. Okay. Ik nogmaals, welkom. Ik heb 2 man of 3 man bediening, of vrouwen. Ik weet het nog niet, ik ben natuurlijk lekker weg. Die zullen zorgen dat u vanavond niks tekort komt. Ik zelf ben er niet. Maar mijn liefdadig broer is als het goed is wel aanwezig. En hij ziet er zo uit. Top. Als het goed is staat hij ook hier in de zaal achteraan. Marcel is er. Hij is er niet. Hij is er niet. Ja, ik ben zo meteen zullen we vanzelf zien. Dat is mijn broer. Hij is wat minder goed in Duits dan ik. Hij is wat meer verlegen, dus hij durft het filmpje niet te doen. Vroeg hem mij van Jeroen, jij moet het echt even zelf doen. Dus vandaar dat ik hier zit, speciaal voor jullie, ga ik toch even de uitleg doen voor live booking. Ik weet dat een aantal al lang weten hoe het werkt en dat ik eigenlijk al lul dit filmpje aan het maken ben. Maar voor de nieuwe mensen leg ik het graag met liefde nog een keertje uit. We hebben vorig jaar iets in de zaal staan. Achter in de zaal, ik wijs die kant op, want we zitten in dezelfde zaal, want we hier zitten. Staan de vorig jaar is. Ik heb ze hier wel eens bij me. Ik hoop tegen de tijd dat het wel weer opnieuw gemaakt is. Anders is het anderhalf maand oud. Lekker kippenhoekjeltjes, zalm, meloenmedram, kniekreefjes en iets met. Weet je wat het is? Kopspeker hier wel. Ik weet dat het zo'n kip is. Maar ja, het staat op het buffet. Proef het maar of het lekker is. Ja, nee, ik laat het zien. Het kan ook zijn dat wat ik nu aan het vertellen ben eigenlijk helemaal nergens slaat. En dat ze dachten dan, eindelijk is die jongen met die bril weg. We gaan het even rigoureus anders doen. We veranderen het hele buffet.
Dus dan alles wat ik nu vertel is alweer fout. Maar dat maakt niet uit. Blijf gewoon gezellig om eventjes bij te kletsen. Voor het hoofdgerecht buffet weten jullie dat je weer een klein stukje moet lopen. Je zit nu in dezelfde zaal als waar ik dit filmpje opnemen ben. In de Sydney 3 zaal. En je moet er naar de Melbourne. Deuren door. Recht uitlopen. Naar rechts. En daar staat het uitgebreide buffet weer voor jullie te wachten. Nou, zoals jullie weten, de drankjes zitten gewoon bij de prijs inbegrepen. En niet alleen maar de bier, de fris en de wijn. En speciaal voor jullie ook de wat sterke dranken, de vieux, port, jenever, afgekort, met die voor speciaal dientje. Als je het wilt, bestel het gewoon en het mag op mij kosten. Dus voor de bediening achteraan, heb je het geluisterd ook? De drankjes zijn op mijn kosten, hoe ze je af te rekenen. Leuk om jullie ook even te groeten trouwens. Ik weet niet wie jullie zijn, maar leuk jullie weer te zien. Misschien zijn er wel hele nieuwe mensen, weet je nooit hoe het gaat op zo'n dag. Nogmaals, 4 weken lang zit ik al in Thailand. Dit filmpje maak ik met beeld van mijn collega, speciaal voor jullie. En ik doe dit niet elke week. Het is voor het eerst trouwens ook in de 12 uur tijd dat ik hier werk, dat ik een filmpje maak. Maar het geeft aan dat ik gewoon een speciale band heb met jullie. Dat ik het leuk vind dat jullie elk jaar hier weer komen. Dat mijn filmpjes op YouTube komen staan. Dat schaam ik me er af en toe een beetje voor hoe mijn stem klinkt. En gaat het filmpje ook de hele directie van Van der Valk door. Maar dat maakt ook niet uit. Ik maak gewoon mijn eigen filmpje. Kan dit ook gewoon online. Of misschien maken jullie een filmpje van mijn filmpje. Maakt ook allemaal niet uit. Ik wens jullie gewoon een hele fijne avond. Eet smakelijk voor zometeen. Ik ga nog eventjes of naar het strand of naar een kroeg. Ik weet niet waar ik misschien ligt wel ergens dood in de greppel. Weet ik nooit hoe het gaat in Thailand. Ik ga natuurlijk vanuit of niet. Maar mocht dat zo zijn, dan wordt dit filmpje misschien niet uitgezonden of ik op een begrafenis. Maar dat zijn heel ruim gemaakt wel. Misschien staat er wel zo'n kist in de zaal. Dat zou ook wat zijn. Hè. Of met een foto erbij en kaarsjes en dat dit dan mijn laatste filmpje. Jongens, ik ga trouwens elk jaar als jullie zijn, dan begin ik met een heel strak serieus verhaal en dan lul ik maar door tot er een einde komt. Voordat we gaan afsluiten, heb ik van mijn collega's allemaal een proseccootje gehad. Ik heb er ook een zelf moeten halen, ik heb ook niet geliekt vandaag. En dan wil ik graag even een toast uitbrengen. Op jullie natuurlijk, maar ook op onze fijne band en op de goede samenwerking. Ook al is het maar één keer per jaar. Ik geniet er wel van, eind maart als jullie komen. Ik verheug me altijd op, maar helaas kon ik er dit jaar niet bij zijn. Allemaal proost. Ik weet niet, proost in Duitsers. Dan kijken we naar de ondertiteling. Oh, de ondertiteling is niet gelukt. Proost. Proost. Het is wel goedkoop, sorry. Proost. Tot volgend jaar, dan ben ik er als het goed is in het levende lijf bij. En anders maken we weer gewoon zo'n filmpje nog. Hoi. Maar dat was eigenlijk dus de bedoeling voor het feit dat ik aan de andere kant van de wereld geweest zou zijn. Dan was het ook leuk geweest en dan zou het ook accuraat zijn, dus een beetje een verouderd filmpje. Maar het is helemaal duidelijk, denk ik. Ja, absoluut. Zijn er nog vragen? Ik weet niet of deze tafel nog vragen heeft. Hoeveel moet ik van de film geloven? Je staat hier toch? Ja, ik heb de tickets, staat op mijn telefoon. Ja, ik ben echt naar Thailand geweest. Ik zou echt 6 weken blijven met een collega van hier. Maar na 3 weken ben ik het jaar teruggegaan. Zijn backpacken. Ja, ik ben heel redelijk verwend en ik hou van een mooi hotel en een lekker zwembad. En dat heb je daar allemaal niet. Hij stiekem, als je genoeg betaalt wel. Stiekem miste ik ook wel gewoon een beetje mijn werk. Ja, inmiddels ben ik wel weer de bedienings in de zaal. We hebben Stijn en Jorn, Pink Stijn en Rex Jorn. Zijn dan zonder dat jullie niet kort komen. En de rest, als je het niet hebt begrepen, kijk het filmpje nog een keer. Ja. Laat gewoon de laptop lekker aanstaan. Voor de Deutsche Gäste, die gaan we out island explanation. Oude schrift. Ik zeg het in Deutsch. Ja, ja. Dat weet je het lezen. Nou, nogmaals, eet smakelijk en een fijne avond. En ik kom zo nog even langs. Is er nog meer mensen die iets willen zeggen?